en welkom bij een gloednieuwe Reageer en Win. Ja, we zijn terug van weg geweest, we zijn terug uit LA en dat betekent dat we nieuwe prijzen gaan weggeven. Vorige week kon je Hoe tem je een draak winnen, de Blu-ray van het derde deel. En daarvoor hebben jullie moeten reageren en reageren hebben jullie gedaan. De eerste winnaar is geworden Faxel. Faxel zegt, gefeliciteerd winnaars. Ik doe deze week graag mee voor de Hoe tem je een draak, de Hidden World 3D Blu-ray. De goede recensie van Rox maakt mij ook enthousiast. Mooie filmen met de kinderen te kijken. De E3 game waar ik erg naar uitkijk is Shenmue 3. Nou, Faxel, en hoe zorgen we er nou voor dat deze Blu-ray bij jou thuis komt? Nou, dan moet je even een mailtje sturen met je adresgegevens naar r.v.d.helm@xgm.nl. En dan komt deze Blu-ray zo snel mogelijk jouw kant op. Hetzelfde geldt voor Spiral, hij heeft namelijk ook gewonnen. Hij reageerde het volgende. Gefeliciteerd winnaars, How to Train a Dragon 3 zal je mijn kids heel blij mee maken. Mijn E3-verrassing was toch wel Commander Keen, jeugdsentiment. En waar ik naar uitkijk zijn toch wel de titels Fallout 76 Update, The Outer Worlds, Final Fantasy VII Remake en Cyberpunk 2077. Keanu Reeves was by the way ook wel een verrassing. Nou, dat was inderdaad een verrassing waar wij ook echt van hebben genoten. Nou, hij heeft ook gewonnen. Hoe kon hij nou winnen? Hij reageerde op de reageer en win en moest zeggen wat zijn favoriete E3-game is. Ja, en dan gaan we snel door naar de prijs die we deze week gaan weggeven. Namelijk vrijkaarten voor de film Longshot met Charlize Theron en Seth Rogen. We geven 3 keer 2 vrijkaarten weg. En waar gaat de film nou over? Nou ja, de film gaat over Charlize Theron's personage. Een hele invloedrijke vrouw die president wil gaan worden. En Seth Rogen's personage, Vlad Flarsky. Hij is namelijk een soort journalist die vaak in de problemen komt. Nou, en waar kennen de twee elkaar nou van? Charlize Theron was vroeger de babysitter van Seth Rogen's personage. En ja, na de jaren komen ze elkaar onverwachts weer tegen en besluit Charlotte Field, oftewel Charlize Theron's personage, van weet je wat, ik ga hem aannemen als mijn scriptwriter. Ja, of dat nou zo'n goed idee was, dat moet blijken in de film. Haar staf denkt in ieder geval van niet. Maar ja, dat ga je natuurlijk in de bioscoop checken als je deze vrijkaartjes wint. Wat moet je daar nou voor doen? Ja, daarvoor moet je in de Reageer en Win laten weten naar welke film je deze zomer het meest uitkijkt. Er zijn namelijk ontzettend veel films natuurlijk die nog uitkomen. Spider-Man komt ook nog. The Long Shot is er natuurlijk nu. En ook willen we graag weten wat je favoriete film is met Seth Rogen. Hij is natuurlijk bekend van films als The Pineapple Express. Nog heel veel andere leuke films. Sausage Party heeft hij gemaakt. Dus laat ons dat weten. Wat is je favoriete film van Seth Rogen? En naar welke film kijk je deze zomer het meeste uit? Dan hebben we natuurlijk ook nog de vraag van de week. Die komt deze week van Johannes Mulder. Hij vraagt, welke games en gameconsoles vinden jullie de winnaar van deze generatie en waarom? Nou ja, van deze generatie heb je natuurlijk de PS4, de Xbox One en de Switch. De winnaar daarvan, moet ik toch wel zeggen, is de PlayStation 4. Ja, je kunt me een Sony-pony noemen, maar ja, ik vind Sony-titels natuurlijk gewoon fantastisch. En de PlayStation 4 heeft als een malle verkocht. Mijn favoriete titel van deze generatie is dan ook Uncharted 4, A Thief's End. Ik heb me heel erg vermaakt met die game. Ik ben hem zelfs opnieuw aan het spelen nu, want ja, het is 3 jaar geleden sinds de game is uitgekomen. En ja, voor mij is dat gewoon de absolute winnaar. Goed. Dat was de Reageer en Win voor deze week. Flink reageren om deze vrijkaartjes te winnen. En stuur een mailtje, winnaars, want dan komen deze Blu-rays zo snel mogelijk jullie kant op. En ja, waarvan kennen de twee elkaar nou? We geven 3 keer 2 vrijkaarten weg.